In de jaren 30 wordt er veel gesmokkeld. Zo ook in Brabant, op de grens tussen Nederland en België. Boter, suiker, zout en zelfs lingerie wordt de grens overgenomen om extra centen te verdienen. Tot ergernis van de grenspolitie. Wie is de ander te slim af? Ontdek het kat-en-muisspel in het grensgebied van de Grote Heide. En treed met deze fietsroute in de voetsporen van de commies en de smokkelaar.